Kijk, kijk nu naar, naar Gaddafi bijvoorbeeld. Nou, dat was een man die een aantal heel rare dingen heeft gedaan. Dat was duidelijk ook een dictator. Dus is het er allemaal roze geur en manenschijn? Nee. Maar de wereld is geen sprookjesbos. In mm -hmm. het Midden-Oosten, uh, het werkt daar niet op exact dezelfde manier als Syrië. Ja, in Libië was er wel een hoge levensstandaard. Je had daar ziekenhuizen die goed functioneerden. Universiteiten waar mensen van over heel Afrika naartoe konden komen om een hogere opleiding te gaan genieten. Dat was stabiliteit, economische voorspoed in dat land. Mm. En dan hebben wij daar vanuit een vliegtuig... Uh, Democratie laten vallen, laat ik het zo zeggen. En nu zie je daar, daar slavenhandel die terug opduikt. Je ziet daar gewoon kooien waar men Zwarte Afrikanen in gaat opsluiten en verkoopt op een slavenmarkt. Je hebt daar gewelddadige facties die met wapens die ze kopen van het Westen, want op die manier verdienen we er natuurlijk wel nog mm -hmm. iets aan, hè? die daar elkaar gaan beschieten in de steden met heel veel burgerslachtoffers als gevolg. Daar is, daar is op geen enkele manier stabiliteit of voorspoed. Die ziekenhuizen werken niet meer, die scholen werken niet meer. En dat is de schuld van. Ik zou zeggen het Westen, maar eigenlijk de schuld van een soort corrupte klik in het Westen. Hillary Clinton, ook Obama en zo bijvoorbeeld, een van die helden van het Westen. Hey, ja, dat is in de, die, die de, dat daar, de grootste oorlogszaal. Die is. zijn daarmee voor verantwoordelijk. En ja. ik vind het zo absurd dat die mensen nu overal, krijgen ze als een Nobelprijs voor de Vrede, hè, dat, die <laughs> mensen, dat die mensen nu gewoon overal gaan rondlopen alsof er niks is gebeurd. vind ik echt absurd. Ik vind dat die mensen achter de traal is horen voor de miserie die die hebben veroorzaakt. Niet alleen in Libië, maar ook in Irak, Afghanistan, Syrië, in heel het Midden-Oosten. En wij dragen daar iedere dag de gevolgen van. Want van, van waar Komen al die. We hebben het hier net vluchtelingen genoemd, maar eigenlijk moet je het illegale migranten gaan noemen. Als je vlucht van oorlog ben je een vluchteling. Als je vlucht om een betere toekomst te hebben, dan ben je eigenlijk een illegale migrant. Ja, die komen onder andere via Libië. Hè. Degenen die er wegraken, voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. En dat zijn niet met geld, want diegenen die geen geld hebben, die geraken vaak niet verder dan Libië. En die komen daar in de slavenhandel terecht. En dat heeft ja, de NAVO, dat heeft Amerika, Washington, gecreëerd in Libië. En ik vind dat er daarvoor mensen achter raal is mogen belanden. Mm -hmm. ja, het is een gekke wereld waar we leven. Hè? Als we, als we er zo bij over nadenken. Ja, het wordt precies gekker en gekker.